Hey gasten, ik ben Tom. En ik ben Timo. What's up? En dit is Bro News. Bro News is het nieuwe onderdeel van Bro Gaming. We hebben de nieuwsdag en de trailer talk in één pakket gegooid. Gefuseerd. En nu hebben we dus Bro News. Nieuwtje 1! Flashback krijgt een remake. Die populaire game uit de jaren 80, side-scrolling, sci-fi, shoot-em-up, platformer, arcade, game. Jaren 90? Jaren 90, sorry. Van Delphine... Delphine Softwares. Die krijgt een reboot van Ubisoft. Ja, de oude maker zit gewoon wel op de game zelf, dus ja. De game wordt wel gewoon met liefde gemaakt. Wat ze zeggen. Ja, wat zo opvallend was, was aan het origineel dat het echt heel mooi was. Die overgangen, hoe de character liep, zeg maar. Het was veel vloeiender dan games van die tijd. Ja, de animaties, was die game een van de eerste die dat echt helemaal mooi vloeiend helemaal compleet had. Ja, en ik hoop maar dat die remake net zo goed wordt als het origineel. Ja, want er was een trailer van en dat was goed te zien. Het is 2D. Ja. En je hebt bijvoorbeeld een granaat. Je zegt, ik gewoon hierheen. En ja, je hebt van die soort waymarks. Zo'n waypoint. En dan kun je zien waar je granaat naartoe stuit. Ja, ze hebben dat wel allemaal weer goed in elkaar gezet. Ik ben heel benieuwd naar deze game. Ja, ik ook. Want het is wel leuk dat ze een game die eigenlijk al zo oud is, weer opnieuw tot leven proberen te wekken. Ja, dat hebben ze wel vaker geprobeerd. En vaak is het niet, heel erg goed. Nee. Maar ik denk dat deze niet zo heel erg slecht wordt. Omdat ze het originele concept gewoon hebben gehouden. En ze gaan gewoon verder borduren op wat er al was. En dat is wel leuk. Ja, en ze gaan ook verder met de oude maker. En die heeft natuurlijk de beste visie van hun game. Ja, waarschijnlijk. Ja, ik ga er vanuit van wel, aangezien het origineel. Ja. Nieuwtje 2! Dishonored Knight of Dunwall. Is een nieuwe trailer en dit is een DLC. Het is een DLC. Het speelt zich af na Dishonored 1. Nee. Dishonored. Je begint met de gebeurtenis van Dishonored 1. Wat daar gebeurt is, je speelt zeg maar de gebeurtenissen na. Mm-hmm. Maar dan vanuit een ander perspectief. Dus bijvoorbeeld de Empress die wordt vermoord in het eerste uur. De eerste minuut zelfs. Dan zie je dat van een buitenstaande, als een assassin. Okay. Die werkt voor de slechterik. En hij moet. Zijn daden moet hij nou. Gaan boeten. Gaan boeten en dan gaat hij juist de goede kant op, wil hij. Ja, precies. En het is wel leuk, want die hele vormgeving en er zitten nieuwe wapens in. Het is een best wel vette trailer die er ook bij zit. Ja, de nieuwe wapens. Eén van de nieuwe wapens vind ik echt heel vet. De Hidden Crossbow. Dat is de Da Vinci dingetje, zeg maar. Zo'n Spider-Man-achtige crossbow shooter. Ja, dat vind ik wel lijp, want dan kun je tenminste, als je een crossbow hebt, gewoon rondlopen. Maar dan kun je hem hidden houden en dan vervolgens plat. Lijp. Dat vind ik goed gedaan. Ja. Hij komt op 16 april uit voor Xbox, PS3 en op de PC. Ja, voor ongeveer 800 Microsoft Points en ongeveer 8 euro. Ja, dus dat valt nog mee voor een DLC. Dat is echt, Ja, maar je krijgt ook een nieuw deel. Nieuwe singleplayer en zo. En een nieuw gedeelte van de stad. Ja. En lijp. Ik vind het wel cool dat ze dat weer doen. Nieuwtje 3! Far Cry Blood Dragon. Hoe lijp is dat? Het is, als je die trailer ook ziet, het is gewoon een Mark 4 stijl. Motherfucker. Het is echt lijp. Ze hebben de hele trailer hebben ze gemaakt zoals een videoband vroeger afspeelde. Met zullen we naar de trailer gaan? Ja, zullen we eens even kijken. Sausage, pancakes en cream. Lots of it. Nouveau Palais, we're waiting for you. It is the near future. The apocalypse has had an apocalypse. A rogue cyborg army is reshaping the world into cyber hell. And only one thing can stop them. Let's show them how cyber commandos get it done. Mach 4 style, motherfucker! I want them alive! From the toxic ashes of Vietnam War II, a new breed of renegade soldier is born. Part man, part machine, all cyber commando. Fuck you.
Sergeant Rex Colt is leading the battle between good and evil. Hoe vet, hoe vet! Ik vind hem echt heel lijp. Hij is heel gaaf neergezet en ik ben echt benieuwd, want het is zo anders dan de vorige, ja, dan Far Cry eigenlijk. Maar het wordt een aparte game. Het wordt een aparte, hè? Ja, het is een standalone game. Dus het is geen DLC, dus op eerdere verslagen hadden we het verkeerd. Maar het is... Het is een standalone versie zelfs. De trailer is gebaseerd op een 80's cartoon. Ja. De game is gebaseerd op dus hoe de 80's een beeld hadden van 2007. Ja, ik vind het zo gaaf. Want die hele trailer en die hele game, de hele vormgeving. Je ziet dat Far Cry erin zit, maar het is toch zo anders. Echt heel vet. Ja, je hebt wel gewoon de open wereld van Far Cry. Ja. Alleen je speelt wel een lineaire shooter. Ja, en bijvoorbeeld in plaats van dat je normale tijgers kan tegenkomen, kom je tijgers rond die grijs zijn met rode ogen. Ja. The fuck. Ja, dat hebben ze allemaal goed bij elkaar gedaan. Ik vind het heel slim. Wat ook gewoon heel slim is, is een keer dus die jaren 80 stijl van robots en cyborgs en mutanten. Het idee van de jaren 80. Want het is eigenlijk best wel snel. Ja, snel van de baan gegaan. De deur uitgegaan. Al die AD-cartoons. Ja, maar het was gebaseerd op nu. En nu blijkt het toch dat het helemaal niet zo is. Dus het is wel logisch eigenlijk. Maar juist dat is juist zo leuk. Dat ze toch wel even teruggrijpen daarna. Ja, precies. Want de enige AD-cartoon die het volgens mij het overleefd heeft. Is volgens mij Transformers. Ja, en He-Man. Daar was toen ook een reboot van. Maar het faalde ook heel hard. Ja. Maar ja, dat was deze Bro Gaming News. Of Bro News. Ja, Far Cry 3 komt dus op 1 mei uit. Oh ja, shit ja. Far Cry komt op 1 mei uit. Blood Dragon. Op de PC, Xbox en PSN. Heel vet. Dat was wel Bro News. En voor nu zeggen we Bro Team out.